Late night talking. Ah, dit is serieus wel lachen. Ik zit eens even in die box te kijken. Van de Pinkpop Cover Contest. Dat is een ding wat we hier in de late avond doen samen met Pinkpop. Dat je een cover kan maken van een act die daar deze zomer te vinden is. En vervolgens kan je dan zomaar de prijs winnen. Wat echt serieus vet is, dat jij tickets krijgt. Backstage rondleiding op Pinkpop 2024. Dus je mag het hele weekend naar het festival en je krijgt ook nog eens een keer een rondleiding backstage. En daarnaast zou je ook nog eens een keer zomaar de artiest die jij dan covert van de Pinkpop line-up kunnen ontmoeten. Ja, dat is echt een dream come true. En dat opgeven dat kan via kunstbende.nl/pinkpopcovercontest. En er gebeurt serieus wel veel. Even een kleine blik werpen op wat er nu allemaal binnenkomt. Dat is wel tof om te horen, hoor. Hier heb je een gozer genaamd Wolfgang Wildemis. Wat een supernaam. En die covert Pinkpop line-up lid Keen met Somewhere in the Wino. Is this the place we used to love? Is this the place that I... Het is een beetje Bob Dylan-achtig stemgeluid, toch? Ja, lachen, man. En ook Elin, die covert de headliner van Pinkpop, Ed Sheeran, zie ik ertussen. Het Visiting Hours. Oh, dat vind ik heel mooi, dit. Oh. Ah, echt tof om te zien. Allemaal jong talent wat hier covers maakt. Dope. Wil je dit nou ook? Denk je, ik heb muzikaal talent of ik ken iemand die dat heeft? Geef het dan even door, hè. Het gaat wel echt om jonge mensen. Dus je moet tussen de 13 en 19 jaar oud zijn. Dus ken je iemand in die leeftijd die van muziek houdt en die wel die pink tickets zou willen winnen, rondleiding backstage en dus potentieel zelfs de artiest ontmoeten? Ga dan even naar kunstbende.nl. Dat is de hut die het organiseert. / Pinkpop Cover Contest. Zijn toffe dingen. En het moet dus iemand zijn van de Pinkpop line-up die je covert. Dus dat zou dan ook zomaar Nothing But Thieves kunnen zijn, die ook dit jaar een deel zijn van de line-up. En dat waren ze 2 jaar geleden ook. Dus ik dacht, weet je wat, laten we dan even in die stemming blijven en dan ook Nothing But Thieves live draaien vanaf dat Pinkpop. Want het komt dichterbij dan je denkt, hè. Volgende maand is het al zover in Landgraaf. Je hoort ze nu live vanaf Pinkpop 2022 met Amsterdam.